Elke dag koken met plezier. Dat doe je dankzij de makkelijke en smaakvolle receptjes van onze Njamchefs. Vandaag is het de IJslandse Dagny Ros die zorgt voor de dagschotel. Hey, welkom bij Dagschotel. Ik ben Dagny Ros en ik ga voor jullie iets heel lekker maken. Tussen de feestdagen eten we echt heel veel. Maar ik probeer wel zo tussenuit een beetje lichtere versie van mijn avondeten te maken. Dus ik ga van nu voor jullie salade van kip met sweet sugarsnaps, een beetje feta en chippetjes gemaakt van zoete aardappel en pastinaak. We beginnen altijd met die chippetjes maken. Dus een beetje gezonder misschien of minder vettiger dan echt frietjes. En zoete aardappel en pastinaak zijn echt... Ik vind dat het heel gezond. Zo. Het is ook een beetje... Pastinaak is een beetje groente dat ik heb leren eten in België. Heel dankbaar voor. Ik heb dat nooit gezien vroeger. Oké. Voor ik aan die... chipsjes maken, ga je eventjes water opzetten. Want ik heb sugarsnaps en die moeten echt 4 minuten blanceren. Gewoon op vuur zetten, dan kunnen we verder. Een beetje zout in de water. Die sugarsnaps mogen erin als het water begint te koken. We hebben 2 soorten sugarsnaps. Er is 1 dat je moet kruisen en die andere niet. En natuurlijk hebben wij... We pakken die niet, je niet moet kruisen natuurlijk. Hè? Ik wacht tot het water kookt en intussen kan ik mijn zoete aardappel en mijn pastinaak snijden. Moet je oppassen met die mandolin dat je niet je vingers gaat beginnen slicen ook. Zo. Ik heb dat hier redelijk dun gesneden, dus ik denk ongeveer 10 minuten elke kant, dat gaat klaar zijn in de oven. Boterpapier in gedaan. En gewoon... Ik maak dat heel vaak thuis met allerlei kruiden of chili of met kaneel. Zoet aardappel is heel lekker met kaneel. We moeten even proberen. Heb je dat geprobeerd, Pieter? Nee, nog nooit. Nee? Is er iets nieuws dat ik aan maken ben nu? Absoluut. Ik vind het altijd leuk als ik jullie aan het verrassen ben. Dan een beetje olie erop. Olijf, goede olijfolie. Dat mag een beetje. Zo. Ik heb hier zo'n Arctic zout. Dat is een zout die heeft zo een beetje thyme en rozemarijn. Dat is heel lekker. En ik ga een klein beetje chili. Ik had altijd graag dat een beetje pit daarin is. Als jullie koken voor jullie kinderen, een beetje rustig aan de chili doen. Hè. Zo. En een beetje kaneel. Geeft er een hele leuke smaak. De water begint te koken. Ik ga die gewoon hierin. En dat ongeveer 4 minuten inkookt. Voilà. Hou jij voor mij de timing? 10 minuten? Oké. Dan kunnen we onze kip bakken. Zo. Voor kruiden is gewoon peper, zwart peper. Beetje zout. En ras el hanout. Ik vind dat is een kruid, als je dat gebruikt over de kip, dan heb je eigenlijk niet veel meer nodig. Je kan de sugarsnaps chockeren in ijskoud water. En dan blijft het echt zo knapperig en lekker groen. En snel, snel. Je moet een beetje goed in een paar dingen te doen tegelijkertijd. Snel, snel de kip draaien. Jam, jam. En... Ik denk dat dat gaar is. Ik ga hem hier afzetten. Dus nu ga ik
Mijn slaap voorbereiden. Gewoon. Ik ben zo verliefd op mijn mandoline. Het is gewoon een heel simpel ding, maar dat maakt alles zo een beetje easier. Ik ga nu de sugarsnaps met gember en de rode uien een beetje bakken in een pan. Ik begin altijd met mustard seeds in de pan te doen. En als die beginnen te poppen, dan doe ik een beetje look, een beetje gember bij. Dat is gewoon voor de smaak. Die look doe ik in sneetjes. Zo. En een stukje gember, dat goed in raspen. Oké. Okay. Onze look erin doen. En de frisse geur van gember. Onze groenten erbij. Veel onze uien daarin. Baby man, this baby brain. Klein beetje zout. Klein beetje peper. Wel echt lekker. Wel heel warm. Ik kan die gewoon afzetten. En een beetje paaipoyen snijden voor onze afwerking. En een beetje koriander is ook heel lekker. En dan is het een beetje munt. Maar ik ga het eventjes eerst checken in onze aardappelen en misschien een beetje omdraaien. Het is een beetje puzzelwerk. En sommige mensen zeggen, ja, je doet dat gewoon in de friteus. Ja, dat kan je natuurlijk ook. Hè. Niemand zegt dat dat niet mag. En dan terug in de oven. Voor de salade af te werken, dat is gewoon voor een klein beetje extra knapperigheid en een klein beetje extra smaak. We zijn nu klaar om onze salade af te werken, maar eerst natuurlijk onze groenten uit de oven pakken. Zoete aardappelen. En de pastignac. Een bordje. En natuurlijk gewoon eerst onze kip. Wij zijn met 1, 2, 3. Ja, dat is genoeg voor iedereen, denk ik. Zo. Onze leuke sla erop. Morgen kunnen we dus heel veel nog feesten. Hè? Als je zo licht kan eten nu. Zo. Beetje van. Ik heb hier schapenkaas en die olie mag een klein beetje bijkomen. Kruiden, paaipoyen. Ja, fantastisch. Dat is in ieder geval veel minder calorieën dan een vakje friet, die ook altijd lekker is. Het is ook leuk voor de kinderen zo te foppen. Dat zijn frietjes, maar eigenlijk zijn dat gewoon gezante groentjes. Voilà, onze lekkere, gezonde bordje is klaar. Nu is het aan jullie om dat te maken. Ik ben gedaan en ik ga nu van genieten van mijn lekkere eten. Smakelijk. Express yourself.